Een zeer goede avond, beste luisteraars. Welkom bij de niet zo serieuze Skype-sprookjes. Ja, als je jong bent, dan worden er vaak sprookjes voor gelezen. Dan word je ouder, dan stopt dat helaas. En vandaar deze podcast, de niet zo serieuze corona-Skype-sprookjes. Ja, we mogen altijd niet live ons publiek binnenlaten. Maar we verzorgen uiteraard wel de sprookjes weer. Dames en heren, ik heb bij mij niemand minder dan Olivier Schalbroek. Improvisator, we kennen elkaar denk ik 20 jaar, zal ongeveer zijn. Ja, het zal zoiets zijn. We zijn samen in 2006 wereldkampioen improvisatie geworden. Ja, we stoeven er nog even mee, want we worden ouder en we moeten weer iets kunnen stoeven. Hij is ook de pluspapa van mijn zoon. En hij doet dat goed, dat mag ik nu ook live een keer zeggen. Merci. Dat zijn complimenten die veel mensen niet krijgen. Ja, dat is alleen, er zijn ook niet veel mensen die pluspapa zijn van mij. Zo. Maar toch, hè. Dames en heren, een applaus voor Olivier Schelbroek. Ja, dan heb ik nog eens gehad, Olivier, want dat is ook lang geleden. Ook voor mij. Dames en heren, ik heb een titel van een sprookje gekregen. Olivier kent die titel uiteraard niet. En Olivier mag zelfs beginnen. Dus blijft het spannend voor ons beiden. En de titel, Olivier, omdat jij heel veel presentaties doet voor bedrijven en zo, is het een beetje in uw lijn. Er was eens een presentator met een belachelijk irritante stem. Ja. Dus daar gaan we dan, hè. Oké. Er was eens een presentator met een belachelijk irritante stem. Het was ochtend in het dorp. En ze waren bezig met de palen te zetten van de koers. Je kent dat wel, die palen waar zo van die luidsprekers op staan. Er zou vandaag een koers passeren. Ja, de ronde van Kemzeke zou vandaag aankomen in Kemzeke. Nu was het probleem dat hun vaste presentator, de Richard, die alles kende van de koers in Kemzeke, die was geveld door een keelontsteking. Dus er werd gedacht aan Bernard. Bernard, opgegroeid in het naburige, wellicht daar vlakbij Kemzeke, van alles. Koewacht. Ja, hij was opgegroeid in het vlak nabij een koewacht. En hij stond bekend als presentator, dat stond ook op zijn website. Dus Bernard werd gevraagd, wilde hij de koers van Kemzeke presenteren. Nu, dat was via mail gevraagd, dus ze hadden hem nog niet gehoord. En hij had uiteraard ja gezegd. De Bernard komt daaraan, met zijn kofferke, met daarin zijn microfoon, sluit hij aan en begint zijn soundcheck te doen. Nu, moet je weten, die luidsprekertjes langs de kant van de koers, dat staat nogal schel afgesteld. Dat is nogal van... De moment dat een Bernard begint te spreken in zijn microfoon, worden de mensen misselijk. Ze voelen eigenlijk hun ontbijt terug naar boven komen. Die vibratie die door Kemzeke gaat, zorgt ervoor dat honden beginnen huilen, dat katten op hun kant gaan liggen, dat goudvissen met hun buik naar boven beginnen drijven. Zo verschrikkelijk is die trilling die door de lucht gaat. Zelfs de straatverlichting ging aan en uit. Die trilling zorgde er zelfs voor dat elektriciteit in de buurt het heel, heel moeilijk kreeg. Ja. Maar ja, ze hadden geen andere keuze, want binnen de 5 minuten ging de koers van Kemzeke van start. Ja. Dus alle wielrenners stonden klaar en wachten op het startschot. Bernard kondigt de start aan van de koers. Klinkt het door de straten. De coureurs krijgen het moeilijk. Er zijn er al sommigen die hun bidon leeggieten om daar even in te kotsen. Die denken van, shit man, wat is deze hier? Banden gaan gewoon spontaan af. De koerscommissaris die geeft gewoon het startschot en die zegt van, kom aan mannetjes, weg hier, weg, weg, weg. En de koers is vertrokken. Terwijl dat de rest van de Kemzekenaren, de honden, de katten en de goudvissen nog liggen. Na te gubbelen is de koers vertrokken. Het is te zeggen vertrokken. De helft van de coureurs schrokte niet weg omdat hij een derailleur kapot getrild was. Zo erg was het. Dat is ook het enige dat ik van een fiets ken, een derailleur. Een derailleur, belangrijk. 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 Ja. En de rest begint te fietsen zo snel mogelijk weg van Kemzeke. Want een tour van Kemzeke ging helemaal langs de Schelde via Basel. Een hele grote tour. Ja. Maar zelfs op daar konden ze de trillingen voelen. Nu was het zo dat jaar de ronde van Kemzeke het snelst was gereden dat ooit hem gereden is.
die staan nu nog altijd van boven in de tijdtabellen. Er staat ook wel bij dat het een speciale editie was, omdat ongeveer 20% van het publiek gestorven was na de koers. De andere 20% was doof na de koers. En er was ook een groot aantal kemzekenaren die sindsdien eigenlijk niet meer echt normaal konden reageren. Er was iets gesmolten tussen die twee hersenhelften. Die waren niet echt niet meer zichzelf. Nu was er op een bepaald moment één man en die vond heel dat gegeven van de Bernard wel interessant. Kwamen ook geen klachten achteraf, want niemand kon erover klagen, want niemand besefte nog wat er gebeurd was. Ja. Die twee hersenhelften waren samengesmolten. Een klein beetje dementerend liepen kemzekenaren daar een beetje verloren rond in de straten. Maar het was luitenant-kolonel van de Rovermeeren die gezien had van potverdikke, die in Bernard zijn stem, daar kunnen we iets mee doen. En dat kunnen wij inschakelen. Als biologisch wapen. Ja. Er werd eerst gezorgd dat onze soldaten de beste oorprotectie hadden ever uitgevonden. En zo gebeurde het dat het Belgische leger een jaar later met Bernard aan de microfoon Holland binnenviel. Ja, ze gingen over de grens in Sluis. En daar begon de Bernard. Ze hadden 500 van die kleine luidsprekertjes van de koers bovenop een tank gezet. En de Bernard die stond daar bovenop. Die Hollanders die vielen bij bossen neer. Koeien begonnen gewoon spontaan yoghurt te geven. Allee, het was een zicht. Het gras verdorde waar het stond. Holland kreeg zelfs bergen. Zo sterk was die trilling. Zo reden ze door tot Rusland, Polen. Heel Azië werd veroverd door het Belgische leger van één tank en de Bernard. En zo gebeurde het dat het keizerrijk België is ontstaan. Ja. Door stem van de Bernard. Op die illustere dag na de kemzekense ronde is de Bernard biologisch wapen geworden. Wat is nu de moraal van dit verhaal? Ja, Geron. Dat elk talent, hoe belachelijk het ook is en hoe slecht het ook is, meestal wel kan gebruikt worden voor iets nuttigs. Voilà. Dames en heren, slaap wel. Dank u wel, Olivier. Dank u wel, Geron.